Goedemiddag. Zoals Tina zei, effectief, wij hebben met iRichem via MyMicroInvest een succesvolle crowdfundingcampagne gedaan. Misschien als kleine disclaimer voordat ik begin, ik ben hier vandaag niet om te oordelen welk crowdfundingplatform het beste is. Ik ben hier vooral om te spreken vanuit onze ervaringen en wat dat ons als ondernemers vooral geholpen heeft om succesvol crowdfunding te doen. Ik denk op vandaag dat er in België zeker nog wat te doen is rond de maturiteit van crowdfunding. Je hoort heel veel mensen die bepaalde meningen hebben over wanneer moet je het inzetten, hoe moet je het inzetten, wat moet je juist doen, wat moet je juist niet doen. Ik denk dat iedereen daar ook nog een beetje aan het zoeken is naar wat de succesformules zijn. Om misschien even toe te lichten, in twee woordjes, wat doet iRichem? Er zijn eigenlijk twee frustraties dat wij proberen op te lossen bij de bevolking. Eén frustratie, een typische gekende misschien, is je belt naar de klantendienst van Proximus. Je hangt een half uur aan de lijn. Krijgt dan uiteindelijk iemand aan de lijn, die doet je verhaal. Die zegt u, ik kan u niet helpen, ik ga u doorverbinden en de verbinding wordt verbroken. Het hele concept rond bereikbaarheid, dat is waar dat wij eigenlijk rond werken. En een tweede frustratie is, je hebt vaak heel veel mensen dat je 4-5 keer moet bellen. Je krijgt ze niet aan de lijn, je valt op in een voicemail, ze bellen nu terug, je zit zelf in vergadering. Dus wij werken eigenlijk rond het hele concept van bereikbaarheid. Wat hebben we eigenlijk gedaan? We hebben een applicatie ontworpen voor de smartphone. Je moet het een beetje zien als een soort van personal assistant die op je smartphone geïnstalleerd wordt. En die jouw inkomende en uitgaande oproepen eigenlijk automatisch voor jou gaat beheren. Dat is een beetje waar wij mee bezig zijn. We gaan letterlijk volgende maand live gaan. We hebben onze technologie eigenlijk verkocht. Of verhuurd beter aan een telecombedrijf die dit soort van communicatie eigenlijk als standaard zou willen gebruiken naar zijn zakelijke klanten toe. Even om de context te schetsen. Nu, wat betreft crowdfunding zijn we daar op dat vlak een beetje een buitenbeentje. We zijn eigenlijk vooral B2B gericht. Wij hadden op het moment dat we gingen crowdfunden ook nog geen euro omzet gemaakt en tot op vandaag ook nog niet. Dat maakt ons zeker op vlak van crowdfunding een beetje een buitenbeetje. Als je gaat kijken naar ik ken het beste MyMicroInvest, maar op MyMicroInvest ga je zien dat er heel veel bedrijven op zitten die al een bepaald klantenportfolio hebben, die al bepaalde mijlpalen bereikt hebben en die vaak ook een heel grote B2C-saus hebben. Dus het was voor ons een beetje een uitdaging van gaan we het halen of gaan we het niet halen. Nu, uiteindelijk... Ik begin een beetje met het eindpunt. We hadden gemikt op een 50.000 euro ophalen. Dat is er uiteindelijk een 75.000 euro geworden. Dus we hebben ongeveer iets van een 150% van ons target behaald. Er zijn ongeveer iets van een 83 investeerders. Nu, je moet weten, als je kijkt naar MyMicroInvest, de gemiddelde investeerder, die investeert iets van een 500 à 600 euro. Bij ons lag dat ongeveer rond de 900 euro. En je zag ook dat de gemiddelde investeerder bij ons was meer een zakelijke gebruiker die gemiddeld eigenlijk iets meer investeert als iemand die, laten we zeggen, een gemiddeld B2C-project investeert. Klein verschil ook met een aantal andere crowdfunding-platformen is dat MyMicroInvest altijd begint met een prospectus op te stellen. Dat is ook zo en dat laat ook toe. We hebben een aantal investeerders ook via crowdfunding. Onze grootste investeerder heeft 10.000 euro geïnvesteerd. Onze kleinste investeerder 100 euro. Dus we hebben effectief een prospectus samen met hen opgesteld. Om u even een idee te geven, dat is inderdaad een vrij lijvig document van een 100 à 300 pagina's. We hebben een initiële fee van een 4.000 euro moeten betalen om enerzijds het prospectus op te maken en anderzijds die begeleiding te krijgen. Dat is een fee die achteraf wel, in functie van jouw succesratio, als je het effectief haalt, wordt die wel in mindering gebracht van de 12% die zij aanrekenen voor hun diensten. Nu, moet je een prospectus opstellen, ja of nee? Vanuit een ondernemersoogpunt, waar ons dat vooral mee geholpen heeft, is dat is een document dat we achteraf zeer sterk hebben kunnen gebruiken naar investeerders toe. We hebben nu in totaal 300.000 euro opgehaald. Daar is een heel groot deel dat van business angels komt. Een business angel dat je als startende onderneming een prospectus onder zijn neus kunt duwen, die je valt meestal achterover en zegt van amai, die mannen zijn goed voorbereid. En ik moet zeggen, dat heeft ons wel serieus geholpen om ook aan credibiliteit te winnen. En om dat ook verder uit te spelen naar ook een aantal financiële instellingen die ons op vandaag geholpen hebben.
Wat is er nog belangrijk om te weten in heel het verhaal van het opzetten van zo'n campagne? Ik ga het er straks over hebben. Ik denk dat we heel veel voorbereidingstijd hebben genomen als effectief de termijn dat de campagne online was. Dus campagne is een, ik denk op een gegeven moment hebben we het wat verlengd, ik denk dat het 80 dagen online geweest is. Ik denk dat wij 2 maanden ervoor effectief ook met de voorbereidingen zijn begonnen voor het crowdfunding gedeelte. Een van de, laten we zeggen, vooroordelen die ik zeker de wereld wil uithelpen. Crowdfunding is geen magie. Hè. Het is niet omdat je denkt dat je een gigantisch goed idee hebt en je plaatst dat online, dat automatisch iedereen naar de website gaat komen en gaat investeren. Er zijn een aantal success stories op Kickstarter in de Verenigde Staten, waar dat er bedrijven zijn die op een uur $1 miljoen hebben opgehaald. Maar dat is 1 op 1 miljoen die daar effectief in slaagt. Je moet daar als ondernemer zelf heel veel tijd in steken en je moet daar zelf je schouders onder steken. Dat gaat niet vanzelf gaan dat die euro's op die website binnenkomen. Je moet daar echt wel serieus wat tijd in steken. Nu, als er 3 dingen zijn, hè, en ik denk dat het een klassieker is, vandaag de dag worden heel veel tv-programma's blijkbaar afgesloten met wat hebben we geleerd vandaag. Als er echt 3 dingen zijn dat ik met jullie wil delen, dat ik zelf geleerd heb op het vlak van crowdfunding. De eerste is eigenlijk, voordat je begint, er moet ergens een basiscommunity zijn. Wat bedoel ik daarmee? Je mag niet starten in een lege doos. Een van de zaken dat ondernemers vaak hebben, en ik hoor het jou daar straks graag zeggen, is, ze hebben een idee, maar ze durven er met niemand over praten, want iedereen en overal op straat gaat hun idee pikken. Ik moet zeggen, ik heb ook meegedaan aan BusyDay, we hebben daar een 2e prijs gewonnen. Ze deden een rondvraag in de zaal aan ondernemers, waar zijn jullie mee bezig? Ze hebben een schuchtere poging gedaan om 2, 3 mensen te interviewen, en het was altijd, ja, maar het is nog wat geheim en ik wil er nog niet al te veel over zeggen. Ik zou zeggen, voordat je aan crowdfunding begint, praat er met heel veel mensen op. Wij hebben geprobeerd van ons project ook zoveel mogelijk te hypen door daar, laten we zeggen, wat mysterieus om te doen. En van, ja, maar hoe gaat dat dan nu juist doen met die applicatie en hoe werkt dat en dergelijke? We hebben ook aan 2, 3 wedstrijden meegedaan. We hebben BusyDay meegedaan. We hebben Telenet ID Labs meegedaan. Waardoor dat we ook redelijk wat visibiliteit in de pers gekregen hebben. En we zijn begonnen met een simpele webpage te maken waar dat mensen zich konden op registreren. En waar dat ze hun e-mailadres konden achterlaten. Het zij uit nieuwsgierigheid, het zij uit investeringsoverwegingen en dergelijke. Maar voordat we aan crowdfunding begonnen, hadden we al een community van 2000 mensen. Nu, 2000 mensen, als je daar een bepaalde campagne gaat op doen om die crowdfunding te promoten, dat gaat u natuurlijk wel serieus wat tractie geven. En die 2000 mensen, het is nu niet dat wij zoveel vrienden en familie hadden. Ik denk dat van de 2000 mensen dat er een 10% waren die we effectief kenden. Dus het is echt wel belangrijk dat je op een bepaalde manier er ook voor zorgt dat je zeer goed voorbereid bent en dat je je community al hebt voordat je effectief aan crowdfunding begint. De tweede tip, en ik heb het al een beetje laten we zeggen toegelicht daar straks, is communiceren, communiceren, communiceren. Ik denk op de 60 à 80 dagen dat we dat gedaan hebben. Ik was zelf verantwoordelijk voor de communicatie in het team, dus ik moest laten we zeggen, presentaties gaan geven en wat buzz maken rond heel het verhaal. Ik denk dat er heel veel dingen zijn. We hebben een live crowdfunding gedaan. My Micro Invest organiseert ook live crowdfunding. Een beetje te vergelijken met wat Bolego doet met hun wealth-klanten, dacht ik. Wat ze ook kunnen investeren, zijn dan business angels die in de zaal zitten. Maar My Micro Invest doet een live crowdfunding, waar de zaal effectief op het moment zelf kan investeren met hun gsm-toestel in de ondernemer die van voor zijn ding aan het doen is. Nu, we hebben een live crowdfunding gedaan. We hebben, laten we zeggen, een aantal interviews gegeven op Kanaal Z ook. We zijn ook in de pers geweest. We hebben ook heel veel gecommuniceerd rond leuke nieuwe dingen die er aan het gebeuren waren rond iReachem. We hebben ook het geluk gehad dat we een partnership deal hebben gesloten met United Telecom op het moment dat we aan het crowdfunden waren. Dus we konden al meegeven dat we eigenlijk onze eerste klant al bijna op zak hadden. En dat heeft ons ook geholpen om wat investeerders aan te trekken die zeggen van hey, ik heb iets uniek en ik ben er als eerste bij en ik ga mijn centen hier zien verdrievoudigen. Dus we hebben daar wel wat geluk ook mee gehad. Maar ik moet zeggen dat het gros van onze investeringen echt gekomen zijn op de community die we vooraf hebben uitgewerkt. Een derde en laatste aspect is, en dat is iets, we hebben ons dat als team al altijd redelijk beklaagd,
er is een verschil tussen investeerders pitchen en klanten pitchen. Een van de grote fouten die wij in het begin gemaakt hebben, is dat wij zo ook tijdens de live crowdfunding, gelukkig zijn we daardoor My Micro Invest zeer goed in begeleid geweest, maar wij hadden de neiging om ons product uit te leggen aan de mensen die in de zaal waren en te zeggen van, hey, we hebben een geweldige app ontwikkeld en die gaat dat en dat als miseries de wereld uithelpen. Maar investeerders kijken met een totaal ander oogpunt naar uw verhaal. Die kijken naar, oké, wat is de kans dat dat ding succesvol is? Wat is de kans dat er een exit-strategie is binnen x aantal jaren? Die een ondernemer, heb ik die graag? Heb ik daar een klik mee, ja of nee? Die kijken naar totaal andere dingen dan de klant naar kijkt. Ik moet zeggen, inclusief mezelf, we hebben ons daar serieus aan mispakt. En dat is toch een grote moeilijkheid geweest, zeker in al de roadshows dat we hebben gedaan tijdens het crowdfunding-verhaal, van ons verhaal aan te passen. En er echt voor te zeggen van, guys, we zitten hier met investeerders in de zaal, we zitten hier niet met potentiële klanten in de zaal, past uw verhaal aan en benadruk waarom dat je hun geld nodig hebt, wat dat de mogelijke return zou kunnen zijn en waarom dat ze eigenlijk zouden moeten deel uitmaken van ons avontuur en van ons verhaal. Dus een die we nooit meer zullen vergeten, maar die niet onbelangrijk is in uw communicatieaspect. Een aantal dingen dat ik ook even met jullie zou willen delen. Er zijn heel veel, ik noem dat sprookjes, er zijn ook een drietal sprookjes die leven rond crowdfunding. En de drie voornaamste, wat bedoel ik eigenlijk met sprookjes? En dat zijn zaken die ik ook zie. Ik heb heel veel mensen al gelezen en gehoord die over crowdfunding spreken, die zelf platformen uitbaten en dergelijke. En je ziet dat ook het business model crowdfunding een beetje aan het zoeken is. Je ziet dat enerzijds My Micro Invest gaat een tour op van effectief te zeggen, wij bieden aan onze investeerders de mogelijkheid om te investeren naast professionele investeerders. Hadden wij geen business angels gevonden, dan was het geld terug naar de crowd gegaan. Dus ze hebben echt een standpunt ingenomen om te zeggen, wij willen de investeerders laten investeren aan dezelfde voorwaarden als de grote venture capital funds of de grote business angels, om ervoor te zorgen dat die in een professionele structuur gebeurt. Je hebt ook de kickstarters van deze wereld, waar het echt meer gaat om het product die online staat en dat er heel veel campagnes zijn die pure pre-orders zijn. Je zegt van, dat is een product dat binnen een jaar gaat uitkomen en ik betaal nu al voor dat product en dat gaat die ondernemers toelaten om dat product af te werken en effectief daarna krijg ik het ook toegestuurd. Dus er zijn heel veel verschillende businessmodellen en heel veel verschillende manieren van crowdfunding. Nu, een van de grootste zaken die wij een beetje ook ervaren hebben, is dat, en dat zei ik daar straks in het begin ook, heel veel ondernemers die aan crowdfunding begonnen of beginnen, hebben zo'n beetje het gevoel van, ik ga dat daarop zetten en My Micro Invest, Bollegoon, zij gaan wel de rest doen, want zij hebben een gigantisch netwerk van mensen die gaan komen kijken, die gaan dat een super idee vinden en die gaan erin investeren. Nu, als je zo'n beetje kijkt naar wie dat erin investeert, en ik moet zeggen, dat is een grafiek die ons heel veel geholpen heeft, ik vergelijk crowdfunding altijd een beetje met een restaurant. Als jij 's avonds met je vrouw of met je man naar een winkelstraat gaat en ziet restaurants, wat zijn vaak de restaurants waar dat je niet binnen gaat? Dat is waar dat er geen mensen zitten. En crowdfunding is een beetje hetzelfde. Als je kijkt naar wat het gedrag is van de investeerders, als je alle grafieken van crowdfunding op een rijtje zou zetten, ga je eigenlijk zien dat die grafiek in het begin zeer, stabiel en horizontaal is, spijtig genoeg. En dat pas eigenlijk in de laatste 10, 15 dagen is dat je een gigantische piek ziet op dat vlak. En ik moet zeggen, dat is ook iets dat wij ervaren hebben. Ik denk dat in de eerste 40 dagen, dat wij ongeveer zaten aan iets van een 24.000 euro van de 75.000 euro. Wij begonnen te panikeren natuurlijk. Dacht van, oei, dat gaat hier nooit niet goed komen. Maar dat is iets wat u vooral in coachen is, dat uw eerste 30% van uw investeerders moeten eigenlijk van uw drie F'en komen, waar dat mensen van Bollegoon daar straks over hadden. Dat zijn mensen dat je zelf moet overtuigen. En een van de zaken dat wij ook ervaren hebben, is dat het is nooit gemakkelijk om aan vrienden of familie om geld te vragen. En ik moet zeggen, crowdfunding heeft ons daar ook wat mee geholpen om dat wat meer bespreekbaarder te maken bij familie en vrienden. Ik kan niet zeggen dat bedelen 2.0 is crowdfunding, maar het heeft ons toch toegelaten om op een bespreekbare manier aan vrienden en familie een linkje door te sturen en eens te gaan kijken van, hey, ga eens kijken. Ik kan u verzekeren, zijn bepaalde van mijn vrienden die 1.000 euro hebben geïnvesteerd in het project, dat ik, als je het mij van vooraf had gevraagd, zou ik gezegd hebben, ik zou nooit durven vragen aan die mensen om 1.000 euro te investeren in ons project. Niet omdat ik in het project niet geloof, maar omdat er blijft toch elke keer altijd
een bepaalde schroom om bij goede vrienden en familie om geld te vragen. En ik moet zeggen, die eerste 30% heeft ons daar serieus bij geholpen. Nu, de volgende 30% tot 60-70% is het eigenlijk uw initiële investeerders en uw familie en vrienden aanzetten om te stoeven over het feit dat ze geïnvesteerd hebben in het project online en hun eigen contacten en hun eigen netwerk wat aan te spreken. En dat gaat dan van de klassieke likes op hun Facebook naar eens een mailtje forwarden naar iemand. En wat wij daar eigenlijk gedaan hebben in die tweede layer of in die tweede ronde, is dat we daar een combinatie hebben gedaan door te zeggen van kijk, mensen die nu investeren in ons project, zullen eigenlijk, afhankelijk van het bedrag die ze investeren, zullen uitgenodigd worden op het launch-event. We hebben een launch-event gedaan op Spa-Francorchamps. En die konden eigenlijk een ritje met een professionele piloot rondrijden op circuit om een beetje de officiële lancering van het bedrijf te vieren. En een van de effecten dat we daarmee gecreëerd hebben, is dat onze Friends, Fools and Family, die hadden dan recht om zo'n ticket te hebben, maar we hadden er een twee gegeven. En we hadden gezegd van kijk, gebruik dat om in uw entourage een aantal mensen warm te maken. Om te zeggen van, hé, je gaat er niet mee, maar waarom investeer je zelf ook niet? Dan heb je ook een kaart. En we hebben een beetje gespeeld op het VIP-gehalte. Als je zelf uitgenodigd wordt tot iets vrij unieks en je hebt twee kaarten. Ja, niks zo tof als naar iemand te bellen om te zeggen van, hé, jong, ik heb twee VIP-kaarten om naar, weet ik veel wat, Robbie Williams of dergelijke te gaan zien. Je hebt daar een bepaalde, laten we zeggen, mate van die ook het u ook gemakkelijker maakt om daarover te praten. Ik moet zeggen, dat heeft ons wel geholpen om stijl de hoogte in te gaan. En ik denk dat we in de laatste 20 dagen dan effectief van €25.000 tot €75.000 hebben toegefietst. En dan zie je van zodra je in 75% zit, beginnen er ook inderdaad meer en meer mensen te investeren dat je niet kent, die uiteindelijk je laatste gat van je investering aan het toerijden zijn. Dus als je nu vandaag een beetje een opdeling maakt van hoeveel procent van onze investeerders kennen wij effectief, zal het ongeveer een 30% zijn van de investeerders die wij bij naam en toenaam kennen, die we kenden voor het crowdfunding traject. De overige zijn inderdaad mensen die via viraal effect zijn gekomen, maar een viraal effect die we zelf een beetje een duwken hebben gegeven. Ik denk ook vandaag hadden we niet de kaart getrokken van Spa-Francorchamps. Stel ik mij de vraag of we er geraakt zouden zijn, maar ik moet zeggen, we zijn daar heel goed gecoacht geweest en heel goed gevolgd geweest door de mensen van MyMicroInvest, die daar trouwens hier zitten. En die hebben ons ook geholpen om een soort van communicatieplan te maken, een filmpje op te stellen en dergelijke. En dat is iets dat zeer, zeer waardevol is. Het tweede sprookje, en dat is vaak ook, mensen kijken naar crowdfunding als van, goh, dat is een manier om geld op te halen. Persoonlijk was onze insteek niet geld met crowdfunding. Ik ga niet zeggen dat die €75.000 niet mooi is meegenomen, dat absoluut niet. Maar ons eerste idee was vooral om crowdfunding te doen, om ons eigen ambassadorclubje te hebben. Een eigen clubje van mensen dat we zeggen, maar kijk, als we een prototype lanceren van onze app, willen we een aantal mensen die dan een keer testen, die daar hun mening over geven en die à la limite zelf eens aan 5 mensen zeggen dat ze dat gebruiken en op dat vlak ook wat reclame maken. Ik moet zeggen dat op vandaag, ons event zelf, van de 83 investeerders zijn er 60 die afgekomen zijn naar ons launch event. Mensen die zo van de zee zijn gekomen, nu kan u verzekeren, de zee en Spa-Francorchamps, dat is toch even bollen. Maar dat zijn mensen die vandaag de dag gigantisch mee aan de kaart trekken ook van ons project. Nu ook, we hebben een lancering gedaan of een oproep gedaan, wie wil beta-tester zijn. We zoeken een 200-tal beta-testers, we hebben er nu al een kleine 90-tal, waar dat gros eigenlijk vanuit onze investeerders komen. Het voordeel dat je daar ook van hebt, is dat op het moment dat je je product lanceert, heb je direct eigenlijk een eerste klantenbasis op de welke dat je kunt berusten. En heb je eigenlijk een eerste netwerk van mensen die zelf reclame gaan beginnen maken. Ik moet zeggen, dat is op vandaag een van de meest waardevolle dingen. Ik kan niet zeggen dat het waardevoller is als de €75.000, maar het is alleszins niet te onderschatten. En het heeft ook naar potentiële investeerders een zeer grote credibiliteit. Er is altijd een verschil tussen iemand die €300.000 opgaat, wat het €150.000 eigen kapitaal is, €50.000 van Friends, Fools and Family. Het gros van ons kwam van externe investeerders en mensen die zeiden, we geloven er effectief in. En dat is ook een bepaalde indicator die niet onbelangrijk is. En dat is een beetje het bruggetje naar het laatste. Ik moet zeggen, ik stond altijd zeer afkerig over het feit dat banken geld lenen aan start-ups. Ik moet zeggen, ik ben nu, het is ongeveer 8 jaar dat ik zelfstandige ben. Dit is mijn tweede project.
in het begin, als wij met ons eerste project gelanceerd waren, en zeggen wij, oh, we gaan naar de bank gaan en we gaan vragen dat ze ons een lening geven van 50.000 euro. Ja, hoe gaat dat? Gaat dat gaan lokaal naar het kantoor? Daar zijn ze altijd laaiend enthousiast, want ze vinden het super tof dat er ondernemingen zijn en dat er ondernemerschap is en dergelijke. Je krijgt daar een halve, laten we zeggen, een halve vogeltjesdans om u te verwelkomen en je denkt van, dat komt niet allemaal goed. Het probleem is, nadien gaat uw dossier naar het hoofdkantoor, waar de kredietanalisten beslissen over gaan we toekennen of niet. En na een maand, twee maanden krijg je dan de feedback van, ja, maar als bank investeren wij niet in risicokapitaal. Nu, ik ben daarmee niet de banken zwart aan het maken, laat dat heel duidelijk zijn. We hebben met iReachem hetzelfde gedaan, we hebben eerst geprobeerd. We zeggen, ja, misschien dat er bepaalde factoren zijn die spelen die we het wel zouden krijgen. We hebben daar een jaar lang met tal van banken genegocieerd, het is niet gelukt. Na de crowdfunding zijn we teruggegaan naar de bank en gezegd van kijk, we gaan nu opnieuw rond de tafel zitten. We hebben nu een succesvolle crowdfunding gedaan, we hebben er zelf geld in gestoken, we hebben nu een business angel aan boord. En raar maar waar, hebben we nu 50.000 euro lening gekregen van de bank zonder enige vorm van waarborg. Dus het is niet dat ik mijn vrouw in pand heb moeten geven om, laten we zeggen, om het geld te krijgen. Zij hebben onze lening toegekend van 50.000 euro zonder enige vorm van waarborg. Ik herhaal, we hebben die gekregen en we hebben nog vandaag nog geen euro omzet gemaakt. Dus crowdfunding heeft vandaag, en ik denk dat dat vaak onderschat wordt, crowdfunding is een zeer sterk medium om ook banken te overtuigen van, kijk, er zijn 83 mensen die in mijn project geloven en ze hebben allemaal gemiddeld 900 euro gegeven. Het is een bepaalde manier om ook aan banken te tonen dat het risico van de investering die zij doen, dat die ook veel lager is en dat er een bepaalde, laten we zeggen, marktonderzoek, zal ik het maar noemen, toch gebeurd is, die bewijst dat de markt gelooft in jouw project. Niet onbelangrijk ook, en dat is een deeltje dat ik in het begin vergeten ben, voordat je effectief op het platform komt van My Microinvest, doen zij eigenlijk al een beetje een soort van marktonderzoekje als je wilt. Je zet jouw project erop en je moet 100 likes verzamelen om effectief geselecteerd te worden om jouw project te mogen online zetten. Dat is ook een eerste vorm van effectief is testen van, is het haalbaar het project? En heeft het slaagkansen en is het een viable marktpropositie? Ik ga afronden. Letterlijk. Dat was mijn laatste slide. Dus ik weet niet of jullie nog bepaalde vragen hebben. Dan wil ik daar gerust nog in de laatste minuut op antwoorden.